Jan, je eerste 5 kilometer van dit seizoen. Gelijk eerste op de Zara-lijst. Ja, mooi man. Geweldige tijd ook. Ja, nee, goed. Hij stond eigenlijk gepland voor Insel, maar... daar was ik toch een beetje vermoeid en best wel zwaar kamp gedraaid. Dus we hebben ervoor gekozen om hem hier te rijden. En ja, goed, 6-25-1, ja. Het is prima. Het is een goed begin, maar het was nog niet echt een hele goede race. Hij was wel vlak, een vlakke race. Ja, ja, het was wel vlak. Ik probeerde ergens in te komen, maar... Nou ja, goed, een heel jaar loop je niet meer schaatsen te kutten. En dan je zal het altijd zien, een week voor het NK, dan ga je weer stellen. En ja, goed, het hoort er ook... Deed je dat nu weer? Ja, het hoort er ook een beetje bij, weet je. Je krijgt toch net even meer focus en je wil net even wat meer voelen op het ijs. En ja, dan ga je dat soort dingen ook zoeken. De ijs hier in Heerenveen is natuurlijk een stukje anders dan in Insel, iets ander pak. Maar ik denk dat ik gewoon weer bij de oude afstelling hou en dan ga ik een week lekker op rijden en dan gaan we gewoon knallen op het NK. Heb je die schaatsen dan gemarkeerd? Hoe gaat zoiets? Ja, dat is wel handig om als je gaat stellen, dat je dan wel een streepje zet of iets dergelijks. Of je schrijft een bepaalde positie ergens in een boekje, dat je wel weet dat je altijd kan terugvallen op een oude positie. Want als je dat niet meer kan, dan is het op een gegeven moment dan kan je wel eens de draad kwijtraken. Nu was er vandaag ook Sven Kramer. Die reed een 3 kilometer, 3:44. Wat vond je daarvan? Ja, ik heb zijn race niet echt gezien, want ik moest zelf daarna meteen rijden. Maar ik denk dat de tijd gewoon goed is. En ik denk dat het genoeg zegt over zijn vorm nu. En volgens mij, hij moet gewoon niet zeuren, hij moet gewoon starten op het NK, lijkt mij.